Is dat? Ja. Maar waarom heeft ze de kinderen meegenomen? Ik weet het niet. Dat hadden jullie toch niet afgesproken? Nee. Ik heb uitdrukkelijk gezegd, zonder de kinderen. Maar waarom heeft ze dan de kinderen meegenomen? Lieverd, ik weet het niet. Blijkbaar ziet ze het al helemaal zitten dat ze de kinderen heeft meegenomen. Nou, dat lijkt me sterk, zeg. Het is toch tegen de afspraak? Ja, dat wel. Nou, ik ga maar een eindje wandelen. Wanneer zie ik je? Ja, dat kan ik zo moeilijk precies zeggen. Dat hangt er... Jullie hebben toch niet meer dan een half uur nodig, hè? Nee, dat lijkt me ook niet. Nee, hoor. Nou, over een half uur sta ik je weer. Ja, doe dat. Harry? Lief, het gaat nou gewoon. Er is niks aan de hand. Ik ben over een half uurtje ben ik terug en dan ga jij even wandelen. Hè? Oké. Zeg, echt een half uurtje, hè? Ze kunnen toch gewoon buiten spelen? Kunnen wij toch rustig praten? Mam, mogen we dan nu buiten spelen? Ja, ga nu maar. En als je honger krijgt, kom dan terug. Hè? Ja. Hey, Vaf, ga je mee snowballen gooien? Nee, joh, ik heb net nieuwe schoenen aan. Dat... Jongens, blijf in de buurt. Niet dat ik bij de benen. En voorzichtig, ja. Hè? Ja. Ben je met de auto, pap? Ja. Met welke? Met, daar ginds, met die Citroën. Die is niet eens van jou. Nee, die is... komt, mijn auto is in de garage. Kapot. Wat? Kapot. Nee. Voor een ding, een grote beurt, weet je wel. Nou, ga lekker buiten spelen, hè? Oh. Ah.
Dat niet, maar... Zullen we niet gaan zitten? Ja. Een pilsje graag. Neem een borrel. Oh. Oh, een jongen. En voor mij een koffie graag. Dat is het liefst. Je ziet er slecht uit. Ja. Ik heb de laatste tijd ook niet zo best geslapen. Het is je aan te zien. Is ze meegekomen? Ja. Ze is op het moment... ze maakt even een wandelingetje. Mag ik haar niet zien? Waarom? Gewoon. Belangstelling. Heb je geen foto bij je? Een foto? Ja, een foto, dat hoort er toch bij. Ja, ik heb een foto. En mag ik hem zien? Ja, ja. Knap. Heel knap. Ja, ze is heel knap. Daar staat hij ook erg goed op. Heb jij die foto gemaakt? Nee. Een vriend van haar. Een vroegere vriend. Die laat u nu aan iedereen zien. Ik had hem je helemaal niet moeten geven. Waarom niet? Ik vind het juist heel interessant. Zij is het andere type. Een tegenpool. Ik heb net nog ergens gelezen dat in de liefde iedere mens van zo'n tegenpool droomt. Wat donker is moet blond zijn, een druk juist rustig... en iemand met een wat sombere partner zoekt dan het vrolijke type. Oh. Ik zie alleen niet zo goed wat het ermee te maken heeft, maar... Het is natuurlijk maar theorie. Maar het is misschien een troost voor mij. Het helpt in ieder geval iets te verklaren. Wat anders niet te begrijpen is. Maar Jan... Nou, alsjeblieft niet. Nou. Wat nou? Je maakte je zin niet af. Je zocht een woord. Je zei, Marianne, je gaat toch alsjeblieft niet. Dramatisch. Alsjeblieft niet. Dramatisch. Ben je daar bang voor? Ja, natuurlijk ben ik daar bang voor. Daar ben ik verdomd bang voor zelfs. Arme Harry. Ik heb zo ongeveer zitten bidden. Laat er alsjeblieft verstandig zijn. Laat er alsjeblieft verstandig zijn. Je bent toch verstandig? Ja. Zit er voor mij maar niet in. Dus dan, jij hoeft geen zorgen te hebben, dat vind ik onzin. Hopelijk fit genoeg. Kom je toch makkelijk mee uit? Maar Jan, ik wou nog zeggen dat het me allemaal wel ontzettend spijt. Ga jij nu dramatisch doen? Nee. Ik zeg dat alleen maar omdat... Omdat je vindt dat het zo hoort. Dat ook, ja. Dank je. Wat zei je? Ik zei dank je. Voor alles. 12 jaar, dat is een hele tijd. Jaren met veel waarvoor ik dank je zeg. Ga niet maar.
Wil je geen afscheid nemen van de kinderen? Hoe kun je dat nou vragen? Ik heb toch ook gevoel? En van mij? Wil je geen afscheid nemen van mij? Foto van jou zien. En heb je die laten zien? Ja, waarom niet? Wat zei ze? Oh, ze vond je heel knap en dat meende ze ook. Ze zei dat jij haar tegenpool bent. Wat bedoelde ze daarmee? Nou, ze bedoelde dat mannen altijd op zoek zijn naar een alternatief. Dat heeft ze nou mooi bedacht. Ja. Ja, dom is ze niet. Nee hoor. Dom is ze niet. Ben ik wat dat betreft soms het alternatief? Ach, dat bedoelde ze toch helemaal niet. Maar jij wel, hè? Lieverd, ik zeg alleen maar wat zij zegt. Ze had het toch over een tegenpool? Hou nu op! Alsjeblieft. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat het goed ging. Veel beter dan ik gedacht had. Er was geen... Geen dramatische toestanden, geen tranen, geen... Niks. Ze was eigenlijk heel begrijpend. Ja. Heel begrijpend. Dank je. Wat zeg je? Ik zei dank je voor alles. 12 jaar, dat is een hele tijd. Jaren met veel waarvoor ik dank je zeg. Wat is er gebeurd? Een stukje terug is een kind overreden. Jezus. Waarom rij je nou niet door? Wat is er dan? Hoorde je dat niet? Er is een kind overreden. Onzin. Je denkt toch niet... Ik denk van alles. Er is een kind overreden. Misschien een kind van mij. Ik ga terug. Doe niet zo belachelijk, Harry. Kan ik hier keren? Harry, ja? Je vergeet dat dit mijn auto is. Appel graag. Daar. Alsjeblieft, ik zal hem bestellen.